Rocky, waar gaan we het over hebben? Ja, nou, we gaan het over tretinoïnecrème hebben. Dat is de vitamine A-zuurcrème. Okay. Dat zeg je misschien wel wat? Ja, dat zegt me wel wat. Ja. Ja. En tretinoïnecrème is het enige anti-rimpelcrème die eigenlijk echt werkt. Dus ik mag mijn rimpelcrèmpjes gewoon weggooien? Eigenlijk wel. Oh, nee. Nee, dat is niet, dat is voor huidverzorging. Ja. Maar dit is echt een middel waarin je ook echt dus die anti-rimpelcrème zet. Nou, okay. Tretinoïnecrème, waarvoor kan je het gebruiken? Nou, wij gebruiken het met name voor anti-rimpels. Hè? Dus niet van de anti-rimpels. Ja. En maar je kunt hem ook, het is eigenlijk een anti-acne middel. Dus je kan het ook voor acne gebruiken. Rimpels en acne. Ja. Nog even een toevoeging. Tuurlijk. We hebben natuurlijk ook, we gebruiken tretinoïne in een mixvorm. Tretinoïne hydroquinon, nog erger, gebruiken we ook om de pigmentvlekjes te verminderen. Oké. En wat mag ik verwachten? Is het een product, ik ga het weer vragen, maar die ik het thuis mag gebruiken? Je mag het thuis gebruiken. Oké. In Spanje en zo mag het gewoon zonder recept. Voorschrift? Oké. Maar bij ons heb je mij echt daar wel voor nodig. Ja. En je kan het inderdaad thuis gebruiken. Je moet het in een opbouwschema doen. Dus dat gewoon geleidelijk opbouwen. Ja. En dan moet je het afhankelijk van waarvoor je het wil gebruiken, moet je het best langdurig gebruiken. Om echt al die rimpeltjes te behandelen, dan ben je echt wel 3 tot 4 maanden bezig te smeren. Maar bijvoorbeeld voor pigmentvlekken kan het eigenlijk al binnen 1 huidcyclus, 6 weken. 6 weken kan je daar al effect van zien. Oké, dus tretinoïnecrème, ja, het komt wel. Die kan je dus gebruiken voor rimpels. Het is een product die je gewoon thuis kan gebruiken, maar wel geleidelijk aan moet opbouwen dan. Maar je kan het ook gebruiken voor acne en voor pigmentvlekjes. Precies.